Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierengasten. Niels, het is goed te zien, het is weer tijd om wat geld te verdienen. Jezus, wat is dit nou weer? Hoe gaan we dat doen? Ja, we gaan weer even geld verdienen. Er is nu namelijk een app, dat heet Lucky 13. Ja. Dus elke dag live kun je dat meespelen. Ja. En dan kun je tot wel 5000 euro winnen. Ja, het enige wat je moet doen is, je moet alle 13 vragen moet je goed hebben. Nou zijn wij niet slim genoeg om ja. We hadden het script anders geschreven. Nou ben jij niet slim genoeg om alle 13 vragen goed te hebben. Maar dus we moeten even mensen gaan zoeken die ons gaan helpen. Ja, misschien is het een beetje achterhaald. Maar ik heb nog steeds het idee dat de echte intelligente mensen van deze samenleving in hun vrije tijd nog steeds hangen in de bibliotheek. Dus let's go. Hallo. Mag ik u een vraag stellen? Welke studie heeft u afgerond? Waarom wil je dat weten? We doen vanavond mee met een quiz. Uh-huh. En we proberen een team samen te stellen om zoveel mogelijk slimme mensen in één ruimte te krijgen. Uh-huh. We kunnen 5000 euro winnen. Uh-huh. Dan moeten we alle 13 vragen moeten goed hebben. Dus okay. We proberen zoveel mogelijk mensen in bepaalde vakgebieden bij elkaar te krijgen. Ik ben niet geïnteresseerd in deelname. Okay, dat kan. Okay. Helaas. Dan, succes! Ja, ik weet niet precies wat Martijn en Joost allemaal gaan uitspoken, maar ik ga het gewoon heel dicht bij huis houden. Ik kom namelijk uit een, ja het zal jullie allemaal thuis verbazen, maar ik kom uit een encyclopedieënfamilie. Mijn opa die heeft een hele serie encyclopedieën geschreven. En mijn broer die heeft al die encyclopedieën op zijn 12e al helemaal uitgespeeld. Dus dat betekent dat het een soort van wandelende Wikipedia is. Dus ik ga zijn hulp inschakelen bij het spelen van deze Lucky 13 quiz. Hey Nelis, goed? Ja, zeker met jou. Goed man. Ik heb jouw hulp nodig. Zoals je weet komen we uit een encyclopedieënfamilie. En heb jij alle encyclopedieën al opgeslurpt toen je 12 was? Dus ik heb jouw kennis even nodig. Ben jij klaar om te gaan? Want we gaan een quiz spelen en jij gaat de quizvragen meehelpen om te beantwoorden. Ja, dat is goed. Pardon? Mag ik jou een brutale vraag stellen? Ja. Wat voor studie heb je afgerond? Ik studeer biomedische wetenschappen. Biomedische wetenschappen. Ja. Hier is het ding, vanavond doen we mee met de quiz. Dat gaan we met een hele groep doen. En we kunnen 5000 euro winnen. Zou je ons team willen versterken? Het is maar een uurtje, want van 7 tot 7:30 is de quiz. Dan is het gewoon klaar, dan weten we of we gewonnen hebben of niet. Nee, daar ga ik geen nee tegen zeggen. Dat vind ik wel leuk, ja. Fantastisch, chill. Oké, zo'n quizshow heeft eigenlijk altijd wel gewoon een muziekvraag, toch? Of een audiofragment of whatever. Dus waar gaan we een betere specialist vinden voor muziek dan bij een radiostation? Misschien moeten we zijn bloemen stelen, hebben we het missen een present. Zou ik dat bloemetje mogen lenen? Van mij wel. Yes. Dat klinkt eruit. Ja? Geef je dit aan de receptie? Ja, ik ga het doen. Ik geef aan de receptie, dankjewel. Ja, nou, bloemetjes toch juist? Ja, wacht, ik kom hier. Hij heeft een verrassing, heel leuk. Met Q-Music voor de camera. Dus okay. Ik ga gelijk door, ja? Nou, wij hebben die bloemen een beetje nodig. Dus je kunt... Voor wie is dit? Ja, kijk, die is voor jou. Die is voor jou. Kijk eens. Gefeliciteerd. Ja. Dank je. Jij mag meedoen met ons nieuwe Gierengasten-item. Ja, en dat is? Wij gaan een quizshow verslaan en jij hebt de muziekkennis. Ja? Bloemetjes voor jou, maar we gaan wel gewoon even die quiz ownen. Wil je helpen? Deal? Ja, tuurlijk. Ik denk dat het handig is dat als je het echt niet weet of twijfelt, moet je gewoon stil zijn. En dan nog één dingetje, mochten we het allemaal niet weten, laat dan afspreken dat de ene helft A zegt en de andere helft B. Dan weten we in ieder geval dat er nog 3 in het spel zitten. Nu spelen. Oké, yes. In welk Nederlandse dierenpark kun je met je eigen auto op safari? Beekse Bergen of Wildlands Adventure Zoo? Beekse Bergen. Ja, 100%, 100%. Ja. Ja. Yes. Yes. Top. Wat betekent Despacito? Langzaam. Ja. Langzaam. Ja. Despacito, het betekent langzaam. Yes. Wat is gedurende het hele jaar de populairste vakantiebestemming van Nederlanders? Duitsland of Frankrijk?
Duitsland, ja. Yes. Oh, bedankt. Oké, dit gaat serieus goed, mensen. Welk eiland behoort tot de Spaanse eilandengroep de Balearen? Tenerife of Ibiza? Ibiza, Ibiza, Ibiza. Ibiza? 100%. Ja, hij is goed. Lekker, jongens. Huh? We hebben er 5 goed. Ik heb een fout. Wat? Een fout. Bijna 8. Ja, 6. Dat staat er. Ik heb een fout. Ik heb ook gewoon een Ibiza ingeklikt. Welke straling van de zon, 6, zorgt ervoor dat je verbrandt? UVA of UVB? Weet ik, UVB. UVB? Zeker weten. Ja. Boom. Goed. Welke mooie dame zit verstopt in het anagram Noordzeekust? Duitse Kroes of Zimra Geurts? Oh, ik weet het, ik weet het. Duitse Kroes, Duitse Kroes. Duitse Kroes. Noordzeekust, dat is een anagram van Duitse Kroes. We gaan zo dik, ouwe. We hebben er al 7 goed, ik weet niet. Wat heeft het vrijheidsbeeld in New York in haar linkerhand? Een plaquette of een toorts? Dat weet ik. Wie heeft het? Wat? Een plaquette. Rechterhand is een... Die toorts toch? Nee, plaquette, plaquette? Plaquette. Oh, ja. Rechts fakkel, links. Oeh, dit is een één stingetje. Ja. Dat houdt ze vast met links. Jongens, ze gaan gewoon geld winnen. Nee. Nee. Jongens, kijk, even concentratie, concentratie, concentratie. Ja. Oh. In welke stad is geen Madame Tussauds gevestigd? Parijs of Praag? Geen Madame Tussauds. In welke stad niet? Ik weet het niet. Ik weet Parijs niet. Ik weet niet. Oké, okay, weet antwoord bij. Okay, ik ga voor B. Ik ga voor Prijs. Ik heb het fout. Prijs is goed. Oh, okay. Ik heb het fout. Jij hebt het fout? Laatste vraag. Ja, laatste vraag. Ja. Deze oh my god, vertellen. Als het nu lukt. Hoe worden borrelhapjes in Griekenland genoemd? Mezedes of Metaxa? Mezedes. Ja? Weet je het echt 100% zeggen? Ja. Borstjes, dolmades, etagères, gastroekjes, losse kapstokken. Yes! Hey, ik heb er ook 13 goed door het klavertje. Hoeveel winnen? 60 euro. Loser! 122 euro! Wat heb je? 122 euro! Master! We hebben met z'n 6 gespeeld. Ja. We hebben 300 euro gewonnen. Dat betekent gedeeld door 6 dat iedereen 50 euro meekrijgt. Ja. Ik moet zeggen, Martijn, zonder deze toppers hebben wij het nooit kunnen halen. Nee, we hadden dit samen niet afgekend. Nee. Dus ik wil jullie echt ontzettend erg bedanken voor jullie kennis. Ja, we maken het geld over. Ja. Het komt helemaal goed, kun je ons vertrouwen. Joost, ook bedankt voor jouw enthousiasme. Ik ben helemaal verslaafd in één keer. Ja, dit was hem voor deze week. Aankomende donderdag zijn we er niet bij, nooit geweest ook. Volgende week dinsdag zijn we er wel. Zijn we er wel. Tune in. Tot dan.